Nou, het is de laatste volle dag, jongens. We beginnen in Magic Kingdom. Straks nog wel Epcot, maar eerst is even tijd voor ontbijt. De fruitwafels. En ze zijn weer bijzonder goed gevuld. Those of you who've been riding with me for a spell already know how much I love minding this railroad. But for those times I'm fixing for something a bit wilder, Big Thunder Mountain is the place. Because there, the trains have a mind of their own. Ik heb nog een hartslag. Ja hoor. Kijk of ook als we de Haunted Mansion uitkomen. Coolies from last Halloween's. Awaken the spirits with your tambourine. Hartslag nog niet terug. Kian, ik miste hier wel wat hoor. Ik miste hier wel wat. La 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 la. Je was ook leuk hè? Ja. Maar hier zaten wel weer heel veel dingen in van de film. Als we thuis komen kunnen we die weer kijken, want dan staat hij op Disney Plus. Dat is leuk hè? Ik kan Noah eindelijk ook zien. Ja, papa ook. Ja, je bent in heel veel attracties hier. En je moet uitkijken, de kogels die hier afgeschoten worden. Daar word je echt nat van in de boot. En nat. Mummies, what may I offer for these hearty hens? Everyone an egg layer. Gaan we met Figment op de foto? Nee. En waarom heb je dan je shirt aan? Dat doe ik straks. Oh. En ik had geen Ariel shirt bij. Oh, nou verklap je net. Nou en, dan bliep ik dat wel. Ja, even kijken, zitten jullie haar goed jongens? Ik ga toch niet op de foto. Ja, met de vrouw op de foto hè. Je moet wel... Dus ik moet ook naar je kijken. Ja. Nee. And I'll look at my elbow and I'll let go. Yeah? Oh. Nou, dat was met je kingdom. Ja. Ja. Doei, pastel. Doei. Nou, op mijn Epcot. Ja. Eentje, ik voel hem waai. Ja, eentje. Thank you.
Nou Noah. Ja? Je bent in Epcot. Ja. En we gaan Soarin'. Over Californië doen. Over Californië. Om het makkelijk te houden. Dus in Californië zijn we over the world gegaan. En in Epcot doen we Californië. Waarin je zelfs... Normaal vlieg je bij Soarin' over the world, als het hier is. Wat normaal standaard is. Ga je over Epcot heen. Nu ga je over Disneyland. Toch, het is raar. Maar het ruikt wel heel lekker naar sinaasappels. Ja, malt vinegar fries. Dit zijn de barbecue bacon fries. With smoked aioli. En dit zijn de sweet potato casserole fries. With candied pecans, toasted marshmallow cream en maple bourbon glaze. Nou. Ik ben benieuwd hoe ze smaken. Ik ook. Gaan we achterkomen. Best goed uit. Dit kunnen ze zo bij ons thuis ook serveren in de frituur. Ja, ze maken net een frietje met heel veel zout. Wat zei je? Het is gewoon een frietje met heel veel zout. Ja, dat vind ik ook. Nou, dan gaan we de volgende testen. De barbecue. Ja, het smaakt ook wel goed, ja. Het smaakt naar bacon. Ja, het is bacon. Ja. En heel erg zout. Ja. Bacon met een zoet sausje. Ja. Nou. Ik vond het echt lekker. Nee. Ik vind deze niet lekker. Hé, dat kan kloppen, want naar mijn idee smaak ik naar een donut. Ik smaak niet naar een donut. Lekker. Wow. Ik vind het wel heel erg lekker. En wel een beetje zoet, ja. Zo het één na grootste aquarium van Amerika in. Wist je dat, Kian? Nee. Nou, bij deze. Weer wat geleerd. Het is gewoon een Epcot. Maar dat ding is echt groot. We gaan haaien zoeken, want die moeten hier zitten. Ik weet niet wat dat is, maar... Dat is een platte vis. What is that? Dat is de dolfin. Dolfin, hier heb ik al gezien. Hier is de
Nou, onze Magic Band zijn net gescand voor Moana The Journey of Water. Nieuwe attractie gaat 16 oktober open. Nou, het is nu geen 16 oktober, maar 6. Maar vanaf vandaag starten de soft openings. Yay! Dus hebben we dit vorig jaar hebben we het al een paar keer gezien. Toen was de eerste dingen waren al klaar. Dus die hebben we gezien vanaf de monorail. Maar nu mogen we er daadwerkelijk in. Even een hapje eten bij Regal Eagle, ondanks dat het bijzonder warm is. Het is gewoon 35 graden buiten en het is 5:30 bijna. Dus we moeten even kijken hoe lang we nog in het park blijven hangen, want het wordt ook steeds drukker en drukker en drukker. Ja, ja. Maar we hebben wel een lightning lane. Wat zeg je? We hebben wel een lightning lane. Ja, maar lieverd, van alle diegenen die we echt heel graag willen zijn op. Ja, we kunnen testen met een single rider. We gaan misschien en Spaceship Earth. En dan is klaar. Ja? Welcome aboard. On the map in front of you, please tell us where you're from. Welcome to put your time travel for. Nou, Noah. Even kijken, waar ligt Nederland? Let's have some fun creating the future, shall we? On your computer screen, answer a few questions for us. Then we'll show you a new world, custom made just for you. Ready? No.
about ready. Let's take a look, shall we? Welcome to the future. Or should I say, your future. Here in the future, your home in the city will be a smart home that automatically knows what you want. Almost as soon as you do. Your closet will be like a personal stylist, picking outfits based on your preferences and what's on your calendar for the day. Now that's a smart look. Your smart home has everything organized to help you start your day. The world will literally be at your fingertips, because your home's information network will bring you your daily news almost anywhere. And since you don't enjoy cleaning, robotic housekeepers will help you with your daily chores. Your smart home will know when it's time to leave, and it'll know what you need to take with you. Sometimes even before you do. Of course, your smart home has already booked you a ticket on the magnetic hover train, while you relax and enjoy a beautiful view of the future. The end, or should I say the beginning, of your future. Doei, Epcot! Ga je missen. Doei! Doei, Epcot! En wij gaan naar het hotel. Ja. Oh ja. De quick service. Goed, laten we de bar maar zoeken. Koffers zijn dicht. In ieder geval. 3 van de 4. Lekker depressief altijd. Maar ja, hè? Hoort er ook weer bij. Dan kunnen we wel weer lekker naar Zero toe. Die heb je nog niet gevonden, David. De gamehall? Nee, die denk ik ook niet. Ik vraag me af of ze überhaupt zo naar buiten zijn gelopen. Hé, hey, maar daar word je toch ook niet gelukkig van als je hier zit? Wat? Hier? Ja. Nou, ik heb liever uit waar ik nu op kijk, zeg maar. Eens kijken of ze bij de bar nog wat lekkers hebben. Ja, dank u. Nou, je komt er niet zomaar. Nee, hè? Twee hekken. Afgesloten. Ja joh. Nou, laten we eens kijken wat voor specialty drinks ze hebben.